Kijk eens, een mooie podiumtrap. Kan je op de mooie podium staan op plek nummer 3. Een paar modderspatten bij Gabi. Gaan we naar de tweede plaats. Tweede plaats en zilveren medaille Nederlands kampioenschap bij de nieuwelingenmeisjes. Een geweldig applaus voor Julia Bosker. Op de hoogste treden, Nederlands kampioenen bij de nieuwelingenmeisjes 2015. Komt uit Zwifterband. Prolongeert haar titel. Hier komt ze, Manon Bakker. We gaan een aanvang nemen met het uitreiken van de medailles. De bronzen medaille uitgereikt aan Gabi Giskens door John van der Vleuten. Voorzitter van Tempo Bruns, de organisator van dit kampioenschap. Felicitaties voor Gabi Giskens. De zilveren medaille, de tweede plaats voor Julia Bosker. De Nederlandse kampioene 2015 krijgt de prachtige kampioensshirt uitgereikt door Evert Jochemsen namens de KNU, de Koninklijke Wielrennen Unie. Een trui waar ze de afgelopen maanden in de wedstrijden heeft gereden. Bij de vrouwen ook, bij de nieuwelingenmeisjes. Blijft om de schouders van de winnares van vandaag, van Manon Bakker. We krijgen de gouden medaille, die wordt uitgereikt door John van der Vleuten namens de organisatie Tempo Bruns. Bo, Simone en Ellen die gaan de bloemen zo dadelijk uitreiken aan de nummers 1, 2 en 3. Te beginnen bij nummer 3, bij Gabi Giskens. Felicitaties van Simone. Ook de bloemen voor Julia. Die krijgt de bloemen uitgereikt door Ellen. En Bo die mag die prachtige bloemenreiker uitreiken aan de nieuwe nationale kampioene. Manon Bakker. Hier staan ze, de eerste die op het podium. En we gaan voor de nationale kampioenen 2015 luisteren naar het nationale volkslied Het Wilhelmus.